MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Kijk eens aan, Tijmen, daar zijn we in de verbouwde keuken van MVV. Je hebt de vorige niet meegemaakt, wel? Ziet er goed uit. Nee. Hij was helemaal, nu is het een klein beetje open. De eerste keer dat ik in de keuken ben. Ja. Hey, ik heb al wat voorbereid. Je hebt alles al gedaan. Ja, we gaan koken met. Heb je wel eens gezien vorige MVV TV? Nee, niet gezien. Nee. Nou, dan gaan we koken, we gaan wat relaxed praten. Ja. We gaan een gerechtje maken. En dan gaan we dat gerechtje ook proeven en kijken hoe goed dat jij met koken bent. Sorry, ik ben als je dit ziet, ik heb het heel simpel gehouden. Ja, ik zie het. Want ik heb van medespelers gehoord dat jij helemaal niet kan koken. Oh, echt? Nee. Dat valt me mee. Maar, wat gaan we hiervan maken? Ik dacht van tortilla wraps. Kip is altijd goed als sporten, hè? Nou, wat groenten. Kook je thuis? Tuurlijk. Ja, zeker. Wat kook je allemaal? Vaak tortillas inderdaad, wraps, pasta, rijst. Ik ga ook vaak uit eten, in de stad wat eten. Let je op je voeding? Jawel, zeker. Goed, we gaan koken. Eet jij de kip altijd gewoon, ja, niet rauw wil ik niet zeggen, maar zonder kruiden? Nee, ik doe meestal ook gewoon van die fajita kruiden. Ja, dan zullen we eens kijken of we die hebben. Ik heb hier wat staan. Maar jij komt er jou van pittig. Ja, doe maar wat. Ik laat me verrassen. Ja, zeker? Ja, zeker. 100%. Als het te pittig is, dan is het niks voor jou, hè? Nee. Hey, maar je zegt, je gaat de stad in. Waar woon je? Kort bij de stad. Ken je de Brouwersweg? Ja. Zit bij die rotonde. Mm-hmm. Bij Kapsalon, nog wat. Bij drie Kapsalons heb je daar. Dat is helemaal mooi. Oké. Gewoon eigenlijk iets te groot van mezelf. Mm-hmm. Dus dat is wel, minpunt wil ik niet zeggen. Overbodige luxe, dan. Jezelf? Je hebt geen meisje aan je zijde? Ik heb vriendinnen. Ja? Ja. Oh ja, maar zij woont gewoon. Zij studeert daar, maar nu is ze dan een week hier, want ze hebben vakantie natuurlijk. Mm-hmm. En ze komt wel vaak langs. Ah, en het weekend ga ik meestal naar huis, naar mijn ouders toe. Ja. Dus, was het moeilijk die keuze, zeg maar, om naar Maastricht te komen? Want Maastricht, meer zuidelijker in Nederland kan je niet gaan natuurlijk. Nee, eigenlijk niet. Ik wil natuurlijk weg, ik wil graag verhuurd worden. Ja. En ik had wel meerdere mogelijkheden, laten we zeggen. Wat waren die mogelijkheden? Wil je dat zeggen? Keukenkampioen-divisie en wat verder ook nog. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik voor MVV heb gekozen eigenlijk. Okay. Omdat ik gewoon hier het beste gevoel bij had. En, wat gevoel was het dan? Wat doorslaggevend was? Nou ja, ik merk gewoon dat MVV, ze wilden me graag hebben, dat sowieso. Mm-hmm. En het is natuurlijk gewoon een mooie warme club. Mm-hmm. Maastricht, de stad zelf, is een hele mooie stad. Dat is ook belangrijk. En in principe is de club met genoeg ambities, denk ik. Ook we willen de play-offs halen natuurlijk, zo simpel is het. En dan staan we nu dan wat minder goed voor. Maar ik denk dat wij qua team de mogelijkheden hebben om zeker die play-offs te halen. Ja, dat zeker. Want hoe moeilijk is dat om door de tegenvallende resultaten toch nog door te zetten en het geloof te houden in het team? Is dat moeilijk? Of is het gewoon makkelijk, want je weet wat je... Nou ja, als ik voor mezelf spreek, ik heb er eigenlijk niet echt heel veel moeite mee gehad. Omdat ik altijd wel geloofd heb in ons, omdat ik merkte gewoon dat het niveau van training hoog was, dat het goed getraind werd. En de wedstrijden, ik ben natuurlijk nog niet super lang. En ik had gewoon het idee dat er een stijgende lijn in zat. En ik denk dat je dat nu ook wel kan zien. En het enige wat we nalaten is scoren, want we spelen gewoon hartstikke goed nu, op dit moment. En als die goals gaan komen, dan kan je die play-offs ook zeker halen, denk ik. Daar gaan we voor. We gaan de pan even warmen en dan gaan we de kip gewoon braden. Yes. Met die groenten, moeten we dat rauw eten of moeten we dat ook... Nee, gooi maar lekker in de pan. Ja? Dan gaan we dat nu doen. Kook je zelf wel eens? Nee. Nee? Nee. Ja, je vriendin kookt dat wel. Eerlijk zeggen, je verbaast me wel een beetje. Ja, vind je? Ja, je stuurt zo aan. Heb je horeca vaak of niet? Nooit Nee, zeker niet. Nee. Ik heb niet in de horeca gewerkt. Okay. Dat valt nog tegen. Maar je moet wat, je moet toch koken als je elke avond buiten de deur eet, iets minder gezond natuurlijk. Ja, nee, dat klopt. Mm. Hey, een vraagje. Jij zegt van je woont helemaal alleen thuis. Je bent om 1 uur, 12 uur klaar met trainen. Ja, iets later. Ja. Maar wat ga je dan doen? Nou, ik moet zeggen, als ik getraind heb, meestal ben je best wel moe. Ja. Ik merk zo dat ik als we hard trainen ben ik best wel moe en ga ik lekker rust gaan doen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant vind ik het ook leuk om de stad te verkennen en gewoon een koffietje te gaan drinken of
een beetje rondlopen in de stad, zulke soort dingen. Ja, je zegt net, het gaat nog niet helemaal top met het seizoen, zeg maar wat zijn jouw ambities? Wat is voor jou het doel dit seizoen? Ik merk wel dat ik qua spel dat het op zich wel redelijk gaat. Ja, en wat is redelijk? Wat? Nou, ik voel me goed, ik maak mijn acties. Ja. Ik ben niet bang om een actie te maken en niet alles lukt natuurlijk, dat is ook niet gek, maar ik merk wel gewoon dat ik vrij ben in mijn hoofd en dat mijn spel gewoon wel oké is. Ja. Maar wat is belangrijker voor jou, assist of goals? Ik maak me echt niet uit, een assist of een goal. Ik wil gewoon belangrijk zijn voor het team en met Anthony hebben we een goede spits. Ja. Die de ballen af zou moeten maken van mij of af zou kunnen maken van mij en dan moet ik ze goed geven. Ja. Dus of ik ze nou score of Anthony ze scoort of Jury of weet ik het, dat maakt mij niet uit. Nee. Ik wil gewoon een goed seizoen draaien en vanuit daar... ik heb een optie bij ADO en dan kijken of die gelicht wordt en wordt die niet gelicht, dan wellicht een stap maken. Gewoon zorg mezelf zo goed mogelijk laten zien, wedstrijden spelen en zo hoog mogelijk eindigen met MVV. Dat zijn eigenlijk wel mijn doelen voor dit seizoen. Ja, zeker. Ja. Wie had dat ooit gedacht? Zo'n romantisch diner met z'n tweetjes, hè? Dat klinkt gezellig. Jij? Ja, komt beter, man. Komt beter, ja, jij wil met de vrouw natuurlijk. Ja. Nou. Goed smakelijk. Daar gaan we. Hoe maak jij ze dan? Hey, ervaring, hè? Kijk hier. Dan kan hij niet ontsnappen aan de andere kant. Ja, dat doe je heel goed. Zal ik dat even zo doen? Daar gaan we. Dan weet ik er weer, dan ga ik eten en dan valt alles eruit. Ja, ik ben benieuwd. Ja, toppen. Ja, beter dan je vrouw? Ja. Ja? Nou, ja, mag bij je komen komen. Ja. Ja, positief. Als het daarbij blijft is het prima. Ja. Nou mensen, je ziet het, Tijmen kan top koken. Dus als je wilt inhuren, waar kunnen ze je op bereiken? Instagram, even een berichtje sturen. Nee. Ga je niet je beroep van maken? Misschien toch niet, nee. Misschien mijn eigen rap restaurant, Johnny Rap. Concurrent voor Johnny Rap, sorry Nick. Kan er niks aan doen. Nick, je gaat concurrentie krijgen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jij het gezellig vond. Ja, sowieso. Ja, heel gezellig. Gaan we vaker doen. Tot de volgende keer. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 7 uur. Dus bedankt voor het kijken. Doei. Hoi hoi. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.